deze nieuwe video. Ik ben echt aan het balen om mijn haar. Het zit vandaag echt heel raar. Het is echt pluizig en zo. Maar ja, allemaal weer welkom bij deze nieuwe video vandaag. Ik ga vandaag make-up kwasten testen. En ik ga niet zomaar make-up kwasten testen. Ik ga W7 make-up kwasten testen. Ik heb twee setjes. Ik heb de W7 de Glam Club Rainbow Make-up Brush Set. Die ziet er dus zo uit. Beetje regenboog zeemeerminachtig. En ik heb de W7 Professional 12-piece brush collection. Dus dit zijn dan de professionele kwasten of zo. I don't know. Maar ik heb in ieder geval genoeg kwasten om een hele look te maken. Ik heb waarschijnlijk te veel kwasten. Maar oké, ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen te gebruiken. En ik ga in deze video ook hun nieuwe Dusk Till Dawn paletje gebruiken. Deze heb ik nog niet gebruikt, dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dus zijn jullie net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Oké, ik ga eerst even de pakketjes uitpakken. Ik ga eerst deze even uitpakken, want hij is echt super groot. Oh, voordat ik begin met de video moet ik natuurlijk even vertellen dat ik deze make-up gratis van hun heb gehad. Ik ben niet gesponsord of zo. Ik ben niet betaald voor deze video. Ik maak het gewoon omdat ik het wil. Oké, dit zijn dan de kwasten. Je hebt er 8. En je krijgt deze super grote schelpachtige kwasten tasje bij. En daar kunnen dan alle kwasten in. Dat is wel cute. Hij is wel echt super groot. Maar ik denk dat je er ook wel meer in kunt doen. Dat je gewoon hier je kwasten in doet en dan gewoon meer make-up erbij propt en het dan gewoon zo dicht doet. Dus dat is op zich wel handig. En hij is ook een beetje holographic-achtig of zo. En dan de Pro kwasten set. Die is er ook nog. Nou, en die ziet er dus zo uit. Ook weer holographic-achtig zo. En dan zitten zo hier alle kwasten in. Dit is de Professional set. En ik vind hem er ook... wat professioneler uitzien dan de andere. Maar ja, ik ga ze gewoon gebruiken. Nou, zoals jullie wel kunnen zien heb ik mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Dus die ga ik even doen met de Benefit Brow Pencil. Oh, en ik heb hem in de kleur... Dit is de kleur 6. Dat is de donkste volgens mij. In de Pro Line zit ook deze spoelie. En ik vind hem heel fijn. Hij borstelt echt goed. Super fijn. Als wenkbrauw potlood gebruik ik de Benefit Full Proof Brow Powder en dit is de kleur 5. En ik gebruik hiervoor even gewoon mijn kwast, want er zit geen enkele kwastje bij die precies op deze lijkt in een van die twee sets. En dan met concealer ga ik mijn wenkbrauwen strak maken en hiervoor gebruik ik wel een kwast van een van die sets. En dat is deze platte schuin afgesneden mini kwastje. En deze is dus van die andere lijn, van die Glam lijn. Ik vind deze kwast niet heel fijn, omdat hij is niet heel dun. Hij is best wel dik en hij is super zacht. En voor een kwast als deze moet hij eigenlijk niet zo zacht zijn, want dan kan hij geen mooie rechte lijn maken. Dus deze vind ik niet zo fijn helaas. En dan als wenkbrauwgel gebruik ik de Benefit Gimme Brow in de kleur 5. Oké, ik ga eerst even mijn gezicht primen met de W7 Princess Potion. Sinds mijn vorige video vind ik deze echt geweldig. Hij is zo fijn. Nou, omdat dit dus een video is over W7, ga ik ook W7 foundation gebruiken. Dit is de W7 Fantasy Foundation Matte Foundation in de kleur... Welke kleur is dit? Waarom kan ik nooit vinden welke kleur iets is? Medium beige. En ik ga van de Rainbow collectie deze kwast gebruiken. Deze lijkt heel veel op de normale foundation kwast die ik normaal gebruik. Ze lijken heel veel op elkaar, alleen is deze een stukje duurder. Dus ik hoop dat deze ook fijn gaat zijn. Ik voel wel al dat deze zacht is en deze is niet heel zacht. Deze is iets meer firm, iets meer compact op elkaar, terwijl deze is echt meer fluffy. Dus ik hoop dat deze gewoon even fijn gaat zijn. Nou, tot nu toe vind ik hem wel fijn. Hij blendt het gewoon goed uit. Hij blendt het ook gewoon ver uit. Dus je kunt heel veel blenden met maar een klein beetje foundation. Hij is wel echt heel zacht. Als je daar niet zo van houdt, ga je hem niet zo fijn vinden. Maar ik vind dat wel fijn. Want meestal als de kwast heel hard is, ja, dan blendt hij de foundation gewoon niet goed uit. Want dan smeert hij het gewoon weer weg. En dat doet deze niet. En hij is heel snel, want hij is best wel groot. Dus hij smeert ook gewoon heel snel. Ik moet wel zeggen, ik heb deze foundation vaker gebruikt en dan met een spons en dan heb je wel meer dekking. Dus hij haalt wel een beetje weg van de dekking. Maar ja, ik vind dat op zich niet echt een heel groot probleem.
Voor concealer gebruik ik de W7 Hideout Full Coverage Concealer in de kleur Light. Deze is ook echt heel fijn. Het is een hele fijne full coverage concealer. En dan pak ik weer gewoon die foundation kwast en daarmee blend ik ook de concealer uit. Dit is ook gewoon hoe ik het normaal zou doen. Ik blend ook altijd mijn concealer uit met de foundation kwast. En als ik een spons gebruik, dan blend ik gewoon de concealer daar ook mee uit. En ik ga er ook gelijk mee over mijn oog, zodat die ook meteen is geprimed eigenlijk. Nou, de concealer zit er ook helemaal op. Deze is echt gewoon echt prima. I really like it. Nou, ik ga heel even snel mijn neus contouren en make-up. Ben ik zo terug. Oké, dan ben ik nou klaar met mijn hele gezicht. Of ja, ik ben nog niet klaar met mijn gezicht, maar we gaan straks verder. Ik ga nou eerst mijn ogen doen. En we gaan dit leuke Dusk Till Dawn paletje gebruiken. Dit is ook echt een dupe van dat ene Huda paletje. Er zit ook weer een kwastje bij. En ik moet zeggen, ik zeg het elke keer weer, ik vind die kwastjes best oké. Nou, zoals je kunt zien, het zijn hele warme kleuren. Vooral paarsig, warme bruin en zo. Dus, en hieronder zijn allemaal glitterkleuren. En hierboven zijn allemaal matte kleuren. En er zit een spiegel bij. Dat vind ik altijd fijn. Nou, ik pak eerst deze kleur. Dat is Bearded Dragon. En die ga ik als transitiekleur gebruiken. En daarvoor ga ik deze platte fluffy kwast gebruiken van de Pro Line. Ze hebben helaas geen individuele namen. Dus ik kan niet echt benoemen welke dit is. En dit doe ik dan zo in mijn hele arcade boog. Ik vind het een hele fijne kwast. Het enige nadeel is dat de haartjes wel een beetje loskomen. Er viel er ook hier net eentje op mijn wimpen. Maar voor de rest is hij wel heel fijn. Dan pak ik deze oranje-achtige kleur. Die heet Gobi. En daarmee ga ik eroverheen om het iets donkerder te maken. En daarvoor pak ik van de Pro Line deze kwast. Die lijkt op die van net. Alleen hij is iets kleiner. Ze zijn gewoon identiek. Alleen ja, één is groter en ander is kleiner. Nou, ik moet wel echt zeggen, ik vind deze twee kwasten super fijn om je oogschaduw mee aan te brengen. De kwast van net, daar kwamen een beetje haartjes los, maar bij deze is dat helemaal niet. Ik vind het hele fijne kwasten. Ik vind dit paletje, by the way, tot nu toe ook fijn. Het leek in het begin alsof er niet veel kleur op mijn kwast kwam, dus ik maakte me een beetje zorgen. Maar toen ik het dus op mijn ogen aanbracht, toen was het ineens helemaal gepigmenteerd. Dus ja... Daar was ik wel blij mee. Oké, de kleuren die me echt aanspreken in het paletje zijn de paarse kleuren. Maar die ga ik nu niet gebruiken. Ik ga een andere soort look maken. Maar ik ga nog wel een look maken met die kleuren. En die komt op mijn Instagram. Dus als het goed is, staat die er al op als deze video online komt. Dus ga even snel naar mijn Instagram als je die look wilt zien. Nou ga ik deze kleur pakken. Deze heet Wild. Dit is een beetje rood. En die ga ik doen in de buitenste ooghoeken en naar binnen. Nee, ik ga het anders doen. Ik ga een halo eye maken vandaag. Dus ik ga die kleur een beetje in de buitenste hoek doen. En in de binnenste hoek. En daarvoor gebruik ik deze kwast van de Pro Line. Deze is een klein beetje vierkant fluffy. En hij is plat. Dus ik denk dat hij heel mooi kan aanbrengen en een beetje kan blenden. En dan pak ik een beetje van die kleur Gobi. En daarmee ga ik de randen uitblenden. Dat is dus die oranje kleur die ik als tweede had gebruikt. En dan pak ik die eerste kwast van het begin waar niet meer echt iets op zit. En daarmee ga ik even de randen uitblenden. Want het is allemaal iets heftiger geworden dan dat ik in mijn hoofd had. Oké, dan pak ik even wat concealer. En dan ga ik concealer aanbrengen in het midden voor de halo. En daarvoor ga ik deze mini platte kwast gebruiken van de Mermaid collectie. Dit kwastje vond ik niet zo, want bij een kwastje als deze moeten de haartjes gewoon mooi op elkaar zitten. En niet dat één haartje naar buiten gaat en het andere haartje naar de andere kant. En dat is met deze wel een beetje. Dus tot nu toe is de Pro Line echt aan het winnen. Ik vind die tot nu toe beter. Want die drie vond ik alle drie echt goed en deze vond ik niet zo. Nou pak ik van de Mermaid Line deze platte synthetische kwast. En daarmee ga ik de glitterkleur aanbrengen. En ik ga deze roze glitterkleur gebruiken en deze heet Wilderness. Wow, deze kwast is echt heel hard. Hij buigt niet eens. Nou, ik vind de glitterkleur heel mooi. Het is niet super heftig. Het is gewoon een subtiele glitter. Ik vind het mooi. Ik vind deze kwast ook fijn. Dus dit gaat tot nu toe goed. En dan van de Mermaid collectie pak ik deze kleine ronde fluffy kwast. En daarmee ga ik het even een beetje in elkaar uitblenden. Uitblenden ga ik weer deze rode kleur gebruiken, Wild. En ik ga nou gewoon een beetje over die rand om het mooi in elkaar te blenden. Nou, dit gaat best wel makkelijk. Ik vind het een fijne kwast. Ja, deze vind ik heel fijn. Dit is tot nu toe de beste kwast van de Mermaid collectie. Ik zeg steeds Mermaid collectie, maar het is de Rainbow collectie. Oh my god, ik ben echt zo'n sukkel. Niet te doen.
Ik bedoel de Rainbow Collection, maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Nou, dit laat ik vanavond eventjes zo. Ik ga even eyeliner aanbrengen en nep wimpers en dan ben ik zo terug. Oké, daar ben ik dan weer. De nep wimpers die ik op heb zijn van Esra Beauty en dan een achternaam die ik nooit kan uitspreken. En dit zijn de wimpers Dickel of Dissel of zo. Kan ik ook niet uitspreken, maar alles staat in de beschrijving mocht je het ook willen bestellen of hebben of meer informatie over willen hebben. En nou mix ik de kleur Gobi en Wild. Die twee mix ik en breng ik onderaan. En hiervoor gebruik ik deze kleine ronde fluffy kwast van de Rainbow collectie. Ik wilde weer mermaid zeggen. En dit breng ik gewoon zo aan op de wimperrand. Ik vind deze niet geweldig, maar niet slecht. Ik vind hem fijn voor de onderste wimperrand, maar hij voelt niet fijn aan op de huid. Dus ja, het is iets goeds, maar ook iets slechts. Even een beetje mascara op de onderwimpers. Ik gebruik mascara van Christian Faye. En die heet gewoon mascara, heeft niet echt een naam of zo. Nou, ik moet zeggen, ik gebruik deze mascara vandaag ook voor het eerst van Christian Faye. En ik vind hem wel fijn. Hij pakt echt je wimpers vast en maakt ze dus mooi zwart. Ja, ik vind deze heel fijn. Christian Faye is te koop bij Easy Paris. Nou, en wat ik dan eigenlijk nog wil doen is de kleur Golden Sands. Deze gouden kleur. En die wil ik doen in mijn binnenste ooghoek. En daarvoor gebruik ik deze puntige platte kwast. En deze is van de Pro Line. Ik had hem iets stijver verwacht. Oké, dat vind ik niet zo fijn. Nou beweegt hij echt te veel mee eigenlijk, maar oké. Weet niet wat ik er echt van vind, zo dat goud hier, terwijl de rest niet goudachtig is. Oké, ik ga er denk ik straks overheen met iets roze, want ik vind het niet zo mooi, maar dat ligt gewoon aan mijn smaak. Ik vind die kleuren niet matchen. Nou, dan ben ik klaar met dit paletje. Ik vind dit tot nu toe, ze hebben 3 paletjes uitgebracht de laatste tijd. Ze hebben deze, Life's a Peach en Life's a Beach paletje. Met de Life's a Beach collectie, want dat is een hele collectie, heb ik ook een video gemaakt. Ik zal die even hierboven linken. Met de Life's a Peach paletje heb ik een look gemaakt op Instagram en een tutorial op Instagram. En dit is het laatste paletje en ik vind van de 3 deze het mooist. En ja, qua kwaliteit. Tijd voor echt het beste. Dus deze is echt het beste van de 3. Ik heb heel veel kleuren gebruikt. Ik heb 5 kleuren gebruikt om deze look te maken die eigenlijk iets heftiger is dan dat ik had bedacht. Maar oké. Ik vind deze heel leuk. Deze is zeker een aanrader. Voor de mensen die niet weten waar je W7 kunt bestellen, dat kan gewoon op w7cosmetica.nl. Ik heb ook een kortingscode, staat beneden in de beschrijving. Oké, ik ga nou heel even mijn gezicht contouren met een NYX contour palet. En ik gebruik deze kleur, zoals je al wel kunt zien. Die is echt bijna op. En ik ga deze schuin afgesneden fluffy kwast gebruiken van de Pro Line. Oh, hier komen ook weer haakjes vanaf. Dat is wel vervelend, zeg. Oké, ik heb iets te veel gedaan. Nou ja, maakt niet uit. Nou, ik vind het niet fijn dat er echt allemaal haakjes vanaf komen. Dat is wel echt heel vervelend. Maar voor de rest is hij wel gewoon fijn. Nou, dan om te bronzen heb ik iets nieuws van W7. En dat is de W7 Hollywood Bronze & Glow. Veel mensen vinden deze bronzer vooral heel erg fijn. Dus vandaar dat ik hem ook wou proberen. Hij lijkt een beetje lichtjes of zo, maar ik ga hem gewoon proberen. En daarvoor gebruik ik deze ronde grote fluffy kwast van de Rainbow collectie. En dit is een glanzende bronzer. Hij is niet mat. Ik moet wel zeggen, ik vind hem wel echt heel veel glanzen. Nee, ik vind hem echt veel te veel glanzen, mensen. Dit kan echt niet. Ik weet niet waarom. Vindt echt iedereen deze zo geweldig? Ik vind de glans echt way too much. Maar ja, misschien ligt het aan mij. Maar we hebben het vandaag over de kwasten. Ik vind deze kwast heel fijn. Er komen geen haartjes los, niks. Hij blendt heel mooi. Hij is lekker zacht. Hij is perfect de perfecte grootte. Ja, heel fijn. Oké, dan voor blush ga ik de W7 Matte Me Blush in de kleur Going Out gebruiken. Deze is echt heel mooi. En ik gebruik van de Pro Line deze blush kwast. Oh my god, er is, ook hier komen haartjes van los en er is er één in mijn ogen zo. Oké, ik heb een beetje te veel blush gedaan, maar ik vind de kwast heel fijn. Toen ik hem net gebruikte kwamen er ineens weer haartjes los. Maar daarna, ik denk dat je de kwast even een beetje zo moet doen, dat al die losse eraf gaan. En dan is hij gewoon heel fijn. Ik vind deze heel fijn voor kwast. Ik ga hem ook gewoon echt hier laten liggen. Ja, heel fijn als blush. Oké, omdat ik het liefst zoveel mogelijk kwasten wil gebruiken, ik heb nog deze van de Rainbow collectie over. Deze zou ik ook gebruiken om te contouren ofzo. Dus ik had er 2 die heel veel op elkaar leken. Dus ik ga gewoon deze gebruiken voor de losse poeder. Dit is de W7 Banana Dreams. Om die hier aan te brengen om de blush strakker te maken. Dan heb ik hem toch nog kunnen gebruiken. Ik vind hem heel zacht. Hij is heel fijn. I like it. En er komen ook geen haartjes los.
Heel fijn. Oké, dan voor highlighten ga ik de B7 Light It Up and Glow All Night Duochrome Loose Powder Highlighter gebruiken in de kleur No Vacancy. No Vacancy of zo. I don't know. Alles staat in de beschrijving. Dit is een losse poeder van W7. En deze is echt super mooi. Dit is een losse highlighter. Oké, nou na 10 minuten staat zijn auto uit. Nou, ik vind deze echt heel fijn. En ik heb ook een tip voor jullie als je deze hebt. Want normaal gaat de dop eraf en dan kun je dit zo in de dop doen en het vanuit daar pakken. Maar dat kan dus niet. Dus wat ik dan doe is ik schud hem zo een beetje. En dan komt het er al gewoon een beetje uit. En dan kun je het gewoon zo eruit pakken. Nou, en ik ga van de Pro-lijn deze fan brush gebruiken. Die is voor highlighter. Normaal gebruik ik geen fan brushes, maar hij lijkt me wel fijn. Hij lijkt een beetje op die van de HEMA en die vind ik ook heel fijn. Deze highlighter is zo mooi. Ik breng ook een beetje aan op mijn neus, gewoon met mijn vinger. Want ja, dat kan natuurlijk niet met de fan brush. Ja, ik vind hem echt fijn. Hij is zo niet te groot. Hij is een beetje dikker. En dat is altijd heel fijn bij een fan brush, want dan breng je toch iets meer aan. Ja, heel mooi. En deze highlighter, mensen, kijk even. Zo mooi. Oké, dan heb ik in principe bijna alle kwasten gebruikt. De enige die ik niet heb gebruikt zijn deze. En dit zijn 4 soorten kwasten die ik sowieso nooit echt gebruik. Dus ja, ik heb ze dus vandaag ook weer niet gebruikt. Voor de rest heb ik heel veel kwasten gebruikt. Ik zal ze even laten zien. Deze heb ik allemaal gebruikt. Dus ik denk dat ik wel een goede mening heb kunnen vormen. En het lijkt me wel leuk om een keer voor lippen voor een iets feldere kleur te gaan waar ik normaal niet voor ga. Zoals fel roze. W7 is net uitgekomen met een nieuwe liplijn. De W7 Kiss Ink Matte Kisser. Dit zijn liquid lipsticks. Ze zijn helemaal mat. Dus echt volledig mat. Blijf ook heel lang zitten. En ik heb deze nou in de kleur. Dit is de kleur Infinity and Beyond. Ik heb al de 4 de kleuren geswatcht in een tutorial. Niet in een tutorial, in een video. En die staat op Instagram, mocht je geïnteresseerd zijn in een van de andere 3 kleuren. Nou, dit was dan de make-up look en mijn mening over de kwasten. Nou, ik heb in principe per kwast al wel verteld in de video wat ik ervan vind. In allebei de collecties zitten een paar goede en een paar slechte. Als ik één van de 2 zou moeten aanraden, als je maar wilt gaan voor 1, zou ik gaan voor de Pro-lijn. Ik vond de Pro-lijn echt beter. En ik besefte mij net, ik had dit al helemaal bedacht, en ik besefte mij net dat ik helemaal de prijzen niet heb verteld. En toen kwam ik er gewoon achter dat deze set, de W7 de Clam Club Brush Set, €40 is. €40, terwijl W7 is altijd super te koop. Ik dacht dat het misschien €20 of zo was. Maar €40, nee. Dan ga ik al helemaal voor de Pro Set. De Pro Set is namelijk €17,95, dus €18 en €40. En ik vond deze sowieso al beter. Dus ik zou gewoon gaan voor de Pro Set. Al zitten er hier wel een paar goede kwasten bij, hoor. Zoals ik vind de 2 grootste kwasten. Ik vind die echt heel goed. Dat moet ik wel echt even zeggen. En €40 blijft nog steeds wel betaalbaar voor de hoeveelheid aan kwasten die je krijgt. Dus ja, dat gezegd hebben, hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. En ik weer jullie een beetje op gang heb geholpen qua kwasten. Laat me weten wat je van de video vindt. Ga je de kwasten ook halen? Wat vind je van de kwasten? Wat vind je van de make-up look? Laat het me allemaal weten. Alles staat in de beschrijving. Dus voordat je dingen vraagt, kijk eerst even daar. Want vaak staat je antwoord al in de beschrijving. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie snel te zien bij de volgende video. Doeg!